Jarko Verkouwlil, ik ben 37 jaar, heb een akkerbouwbedrijf in Enst, Noordoostpolder. Daar tel ik consumptieaardappelen, zaaiuien, winterpeen, suikerbieten en wintertarwe. Ik heb dit bedrijf in 2015 het roer overgenomen. Ik bewerk hier rondom de boerderij, ongeveer 80 hectare. Ik maak daarbij gebruik van deze Ficon RO EDW strooier. Omdat ik hier best veel gerende percelen heb en ook kleinere percelen. Waar ik vond dat ik lang niet nauwkeurig genoeg werkte. Nu met deze RO EDW in combinatie met GPS hebben we dit gewoon veel beter in de hand. Hij kan exact uitgeren. Ook smallere percelen waar je smallere stroken moet strooien doet hij gewoon prima. Ik strooi op een breedte van 39 meter in het seizoen. Er is geen enkel probleem met deze strooier. Ik heb geen strooibanen nog kunnen ontdekken in de afgelopen 8 jaar. Ik vind ook een groot voordeel, maar het is bij de RO-EDW een oud principe, dat die met 8 schoepen zeer gelijkmatig verdeeld, ook met grote hoeveelheden kunstmest. Dat heeft alles bij elkaar, inclusief met het wegen en het exact strooien uiteraard van de kilo's. Er was voor mij ook geen twijfel dat het dit merk zou worden. De eerste paar jaar heb ik hem bediend met de IceMatch Tellus en nu gebruik ik de IceMatch Tellus Pro. Het prettige van dit systeem vind ik het dubbele schermen, dus ik strooi op GPS. Je hebt altijd heel accuraat waar je rijdt in het perceel, hoeveel je nog moet, hoe groot je perceel is, wat er nog aan zit te komen. In het bovenste scherm zie je heel duidelijk wat je nog kan strooien. Dat sluit naadloos aan, dat is eigenlijk ook belangrijk, daarvoor heb je de machine om gewoon exact uit te komen. Nou, dat durf ik met door middel dus van die IceMatch Tellus Pro mijn hand in het vuur te steken. De eerste paar keer dat je strooit twijfel je eraan, dan denk je nog 100 meter voor het einde van jongens, dat gaat niet lukken. Er komt altijd uit, dat heb ik dan wel ervaren en geleerd. Het GPS-scherm is duidelijk, werkt eenvoudig, ook voor mensen die minder met de machine werken. Het is makkelijk uit te leggen en ermee aan het werk te gaan. Het bovenste scherm, maar wat ik zei, je hebt alle overzichten goed. Je ziet hoe breed hij links en rechts strooit. Onder overdoseren gaat heel eenvoudig. Hij is erg snel. Je kan hem uitwisselen met andere machines, met de Isobus. Ja, dik tevreden. Ik maak met deze trekker ook gebruik van de IceMatch Grip. Dat is een multifunctionele joystick eigenlijk die je kan gebruiken voor het aansturen van de strooier of ook andere machines. Je kan volgens mij 44 knoppen toewijzen. Dat klinkt heel veel. Dat valt eigenlijk wel mee, want ze zijn heel makkelijk aan te leren. En dat maakt elke handeling gewoon, wat je denkt voer je uit. Je hoeft niet meer te denken welke knop moet ik indrukken. Het gaat allemaal heel erg vanzelf. Ja, alles in één hand. Je hoeft nergens meer op of om te kijken. Werkt perfect. Ja, dat is een aanrader voor iedereen. Ja, door het strooien met de IceMatch, met de GPS, merk je dat je vooral op kleine gerende percelen zeer veel kunstmest bespaart. Vaak rij je natuurlijk altijd even rondom, strooi je het perceel in. En je met in- en uitzetten maakt de IceMatch gewoon hele andere keuzes als dat je zelf zou doen. Waar je zeker op kleine percelen zeker kunstmest bespaart. My way of farming.